Zeker dat we terugkijken bij de mannen. Maarten Muller, Marco Muller en Glenn ten Berge. Bij de vrouwen Marike Ottendries, Claire Peels en Rieneke Schinkel. De mevrouw van de bril is gevonden. Dus als u hier nog weer bent. De bril ligt in het grijze busje. Een beetje vrij te houden. Lisbeth Vreese is gefinished. En dat is het team van Eagles 1. Stephanie van Zullen. Ook Anneke Koeleman is gefinished. En Ronald Vos. En hier het team van Nijland Service BV 3. Huldigen dus straks de eerste drie mannen individueel, de eerste drie vrouwen individueel. De eerste drie mannen uit de Hof van Twente, de eerste drie vrouwen uit de Hof van Twente. De drie snelste teams totaal, de drie snelste vrouwenteams en de drie snelste teams uit de Hof van Twente.
Naar die laatste categorie wordt nog even gekeken, maar in ieder geval terug voor de huldiging. Marco Muller, Glenn ter Berge, Marike Opdendries, Claire Pils en Rieneke Schinkel. Running Team Academy Mannen 1, Running Center Enschede Team, Team van Laurens den Ouden. Het Team Running Academy Dames 1, het Team Running Academy Dames 2 en het Team van Burgens Angels Part 2. En zij die willen we graag terug voor de huldiging. En we willen ook graag terug voor de huldiging. Als het gaat van individuele lopers al van Twente, Michel van der Heijden, Rick Spijkerman, Arne Wessels, Jessica de Val, Saskia Kruse en Linda Slaat. De huldiging dus over zo'n 20 minuten om 2:30. Sissy van Brugge kwam onder meer binnen, gevolgd door Marianne van Germen en hier zojuist ook Erik Besseling. Ja. Hier ben ik ons met zwarte tenue van Hot Chocolate Girls. Met Anita die binnen is. Ja. En ook Rob van Oever gaat finishen in de man in het tenue van de Caribous. Met de nummer 91 is hij binnen. In het zwart is het team van MEH gefinished, net als lopen met Janneke 2 binnenkomst hier. En Tineke Grootes is ook gefinished. Marloes Thomason is gefinished, dame uit Diepenheim. Meer bekend als Marloes Boeing, inmiddels is Marloes Thomason. Maar hier in Diepenheim zeker bekend, zij finished in 2 uur 10 minuten 56, net als die Stormwind Lady Streep. En de initiëer van Edwin Eilert. En op binnen is de nummer 474. Het team van de Eilert niet zo snel te vinden is in mijn bestand. 139 is er wel, Kala Boska. 432 is het team van S-Huis actief en nog zij zijn binnen. Een mooie tijd van 2 uur 11 minuten 43. In het tenue van Kanjers voor Kanjers. De binnenkomst van 234 is Kevin Veldhuis. Bianca Poelhuis. Ze horen in mannen 5, ze zijn er ook. 74 is de begin van Mierlo. En met 67 van Laag Twente, Sonja Kruse. Dochter Saskia, die zelfs in de prijs is gevallen bij de lopers uit de Hof van Twente. Dat moet Sonja ook tevreden stellen. Ze finisht zelf als 22e bij de vrouwen 45 plus in 2 uur 12 minuten. En nog wat seconden. Hier ook de finish van Kim en Maak. Thank you.
We blijven binnenkomen met Theo Meijers, Silas en Henning Boothuis. En ook hier de nummer 5 in Bekka.
Kostes, ben je ook in de buurt? Theo Kostes, zo ja, wil je zich heel even melden bij mij? Theo Kostes. Dit zijn de eerste drie vrouwen, de eerste rij, de tweede keer de derde rij is gekomen.
Zo dadelijk. Ivan die regelt dat. Oh!
Gerrit. Ja, test. Allemaal hele goedemiddag. We gaan zo verder met de prijsuitreiking van deze vierde kastelenloop. En we beginnen straks met de mannen. Eerste, tweede en derde plaats. Oké, dus ik wil even naar voren. We hebben hier Glenzenbergen, Marco Muller en Mark Muller. Dat zijn dus de eerste drie mannen, nummer 3, 2 en 1. Dus op de derde plaats Glenzenbergen, Marco Muller en Mark Muller. Even naar het podium, alsjeblieft. Dus waar zijn de eerste drie mannen? Die wil ik even naar voren hebben. Glenzenbergen. Oké, de laatste komen binnen. We wachten nog heel even. De allerlaatste komt binnen, dus we wachten even een paar minuten. Dan gaan we verder met de prijsuitreiking. En de allerlaatste is ook volbracht natuurlijk. Op deze toch warme zondagmiddag, zondagmorgen. Oké, de laatste dames komen hier binnen. Dat is Els Vermeer, of Klaasien Heergeman zie ik. Klaasien Heergeman komt binnen. En even kijken, komen er nog twee binnen. Als voorlaatste komt daar Elisabeth Schotten nu, met nummer 107. En als laatste onder een hartelijk applaus natuurlijk van alle diepenemers en voornaam die is daar nummer 252. Die is ook voorbereid, fantastisch, gefeliciteerd. En dat is Nicole Vorderman. Oké, gefeliciteerd. Ja, ik zie alle heren staan klaar. Dan kunnen we beginnen met de prijsuitreiking van deze uitstekend georganiseerde kastelenloop hier in Diepenheim voor het vierde jaar. Ja. Ja, ik heb er zelf geloven, dus ik mag de plaats over in van iemand die...